Zondag 18 juni werd in Breda de grootste zonneweide van Nederland geopend. Deze weide is gerealiseerd door 637 Nederlanders door middel van een crowdfundingproject en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Breda. Het komt eigenlijk het project vanuit Breda Duurzaam. Het is logisch dat we dan in Breda, braakliggend terrein, zeg maar, duurzaam willen benutten. We zouden eerst op het Ritmeesterpark landen, maar uiteindelijk zijn we hier geland. Omdat we eigenlijk een plek wilden hebben waar we goed konden laten zien dat zonne-energie opwekken door een burgercoöperatie wel degelijk mogelijk was. Dus de Bakker en Rupweg en het NAC-stadion en de Praxis. Daar zien heel veel mensen zonnepanelen en die gaan dan nadenken over ja, wat is dat en wat gebeurt daar. Dus dat is het idee dat we eigenlijk niet op een dak zijn geland, maar op een terrein, een braakliggend terrein in de stad. Ja, een goed initiatief. Heel bijzonder om dat als club te doen, zeg maar. En om het voor elkaar te krijgen met de politiek, om het toch gerealiseerd te krijgen. Dat is een pluim. Absoluut. Dus wat je hier ziet is 6.904 panelen. 1,6 gigawattuur per jaar. Dat is 1600 megawattuur in een jaar. Goed voor 450 huishoudens. Initiatiefnemer Edwin Waalput begon 6,5 jaar geleden met de plannen voor deze weide. De grootste reden voor de aanleg van deze weide is om voor de jongere generatie een beter milieu te creëren voor de toekomst. Wij zijn heel erg tevreden. De crowdfunding is goed verlopen. De andere gemeentes, andere burgercoöperaties zijn ook geïnteresseerd in het maken van zo'n zonneweide. Dus die kennis die delen wij graag. Het rendement van wat de zon zeg maar, levert aan de zonneweide is goed. De getallen die we produceren, die staan er mooi bij. Ik denk dat we het getal wat we voor ogen hadden ook overschrijden. Uiteindelijk kun je beter je geld in zo'n park als dit investeren, qua rendement alleen al. Dus als je alleen maar naar het geld kijkt. Dan is het veel verstandiger om het in zo'n panelenveld te zetten dan op de bank waar je bijna geen rente krijgt. Het is vooral geweest dat mijn kinderen geboren zijn en dat ik er me nogal bewust van ben dat als we doorgaan op de weg waar we nu op zitten, dat zij een hele lastige wereld tegemoet gaan en dat wilde ik niet. En dit is nog maar het begin, er moeten er veel meer in Nederland komen. Want we moeten naar een groene energie toe. De zonneweide is een stap richting een duurzamer Breda.